Traumatologie is eigenlijk al vanaf voordat ik gestart ben met de opleiding geneeskunde, was het mijn doel om deze richting op te gaan. En eigenlijk gedurende de opleiding is dat gevoel alleen maar versterkt. Ik ben een opleiding gekomen in het cluster Maastricht. En dat is ook de reden dat ik mijn differentiatie hier ook in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht doe. Het unieke karakter van de stage in het AZM is dat het AZM in eerste instantie een stadsziekenhuis is, maar ook een traumacentrum, sinds 1998 erkend door het ministerie, waardoor we het hele palet van de traumachirurgie in aanbod hebben. Dat wil zeggen, de kleinste fractuur tot de zwaarste polytraumapatiënt wordt bij ons adequaat en legeartig behandeld. Er is veel expertise op alle verschillende anatomische deelregio's, waarbij we eigenlijk alleen de wervelkolom niet behandelen, maar verder wel het gehele lichaam, inclusief bekken, acetabulum. En ook prothesiologie van schouder en heup. En verder, omdat zowel dit een level 1 traumacentrum is, waarbij we veel polytrauma's en je nauw betrokken bent bij de eerste hulp, maar ook nauw betrokken bent bij de intensive care. En omdat het ook dienst doet als regionaal ziekenhuis, dus dat je ook de hele breedte van het traumatologische vak hier te zien krijgt en daarop kan inspelen. De AJOS die bij ons de differentiatie doet, die krijgt altijd een inleidend gesprek met de opleider, waarbij gekeken wordt wat zijn interesses zijn en zijn tekortkomingen. En aan de hand daarvan wordt een plan opgemaakt voor de komende 2 jaar. En er wordt ook regelmatig teruggekoppeld gedurende een aantal terugkomgesprekken om de 3 maanden ongeveer, waarbij gekeken wordt of de doelstellingen gehaald worden of waarbij gestuurd moet worden. Op het moment dat je binnenkomt, wordt er bekeken wat jouw ambities zijn op wetenschappelijk gebied. Of dat daar al trajecten lopen, dan wordt erop ingehaakt. En anders wordt er samen met jou toch gezocht om iets op te pakken. Tevens zijn er binnen de staf goede connecties bij de vereniging. Waarbij ook hier gestimuleerd wordt om binnen de vereniging actieve rol te spelen. Om op congressen naar voren te treden en een inhoudelijke presentatie te geven. Er zijn heel korte lijnen tussen de bazen, zeg maar, en de assistenten. Dus we zijn heel aanspreekbaar, of proberen dat toch te zijn. Dus het is een heel veilige opleidingsomgeving en leeromgeving. Ik denk dat dat een van de sterke punten van Maastricht is. Specifiek voor de traumazorg zijn we goed georganiseerd. Dus dat komt daar zeker in tot uiting. En wat ik altijd als een sterk punt van onze opleiding vind, 5 van de 6... Chivo's die we hebben opgeleid werken in traumacentra tot nu toe. Dus dat zegt ook iets over de kwaliteit van onze opleiding.